Ik ben Bertus Verkommen, ik kom uit Leusden en ik heb in 2019 in het 033 circuit aan minstens 10 evenementen meegedaan. Mijn favoriete looprondje is door de Treek, maar puur over asfalt. En dan ben je snel klaar, want je kunt wel alle kanten op, maar wel over asfalt. Ik loop al 38 jaar hard, maar van 35 jaar in wedstrijdverband. Ik was een jaar of 10 lid van AV Triathlon, dus de beginjaren van triathlon. En later van Federaal Nederland, en daar ben ik nu nog lid van. En van het een komt het ander. Je begint met marathons te lopen. En van marathons dan ga je naar ultra lopen. Nou, en dan is het einde zoek. Maar met ultra lopen ben ik op een zeker moment wel gestopt. Want het gaat altijd, ultralopen gaat altijd, mijn inziens, ten koste van. En dan kun je van alles over invullen. En met name ten koste van je thuis. In de jaren 80 had je hier de Treek Cross. En dat was de voorloper van de Bergcross, georganiseerd door Altis. Dat was de langste cross van Nederland. Er zitten 10 Engelse mijlen, want er bestaan bijna of helemaal geen crossen over 10 Engelse mijlen. Er waren 4 rondjes van 4. En dan kwam je dus 4 keer hier over je heuveltjes, rondje door de bosjes en weer terug. En de finish was ergens daar, bij het viaduct, wat er toen overigens nog helemaal niet was. En zodoende kom je natuurlijk hier te trainen, want dan ga je oefenen en trainen. En dan ga je dat rondje maken, hoewel het niet mijn favoriete ondergrond is, zeker niet. De leukste wedstrijd van de regio is de 1 januari zaterdag. In het jaar, en dat is de Florijnloop in Woudenberg. Lekker fris, want daar hou ik van in de regel. En dan kun je kiezen tussen de 10 Engelse mijlen of de 10 kilometer cross. Nou, en dan wissel je dat af. En beide lopen zijn geweldig en die zijn ook steeds leuker geworden. Het aantal mensen dat komt ook steeds groter. Maar het is kwalitatief en in de breedte is het een geweldig loop. Elk jaar ruim 40 loopjes. En hoe en waarom, dan blijf je de motivatie houden om ook te trainen. Want zonder alleen trainen, dan vervalt mij de motivatie om te trainen. En vandaar die vele loopjes. Plus, ik train altijd alleen. En dan in die wedstrijdjes, dan ontmoet je natuurlijk veel bekenden en andere lopers. En dat brengt weer sjeu in het geheel.